Ja, dus ik ben Audrey, 18 jaar. Ik zit in mijn eerste jaar lerarenopleiding kleuteronderwijs op de Erasmus Hogeschool in Brussel. De voordelen aan de opleiding dat ik zie, dat is vooral van, ja, ik kan volledig mezelf zijn. In het middelbaar was ik ook niet 100% op mijn gemak. Terwijl dat hier, ja, ik ben gewoon mezelf, ik ben hoe dat ik ben. En ik kijk er dus altijd naar uit om terug op stage te gaan, van de kleuters te zien. Omdat, ja, ik kreeg van hen heel veel liefde dat ik, ja, niet heb gehad in bepaalde jaren. Dus in het lagere school werd ik mijn twee laatste jaren echt zwaar gepest door mijn leeftijdsgenoten. Dus de enige met wie ik een beetje kon opschieten waren de kleuters. En die hebben mij dan echt wel de liefde gegeven dat ik toen van leeftijdsgenoten niet kreeg. En ik heb van hun juffen en meesters heel vaak gehoord dat ze mij in de klas ook wouden. En dat ging dan niet. En ja, ik heb toen eigenlijk een beetje een verlichting gekregen, om het zo te zeggen, dat ik dat wel zag zitten. En ja, ik vind het ook gewoon heel mooi, want kleuteronderwijs en een lagere school zit zo vaak aaneengekoppeld op eenzelfde basisschool. Dus dan zie je die kleuters echt wel opgroeien, ook in hun lagere schoolperiode. Daarom. We hebben heel veel creatieve vakken gehad, heel veel praktijkgericht ook. Allee, een mix van theorie en praktijk natuurlijk. Bijvoorbeeld de beeldactiviteiten, dat we dan aangeleerd krijgen dat we niet moeten focussen op, ja, wat het eindresultaat is, maar wel op het proces ervan. Dus dat we niet gewoon gaan schilderen, dat iedereen hetzelfde schilderwerkje zou hebben, maar dat iedereen zijn eigen schilderwerk heeft. Omdat een kind heeft ook zijn eigen persoonlijkheid en eigen identiteit. En ja, daar leren we dan een beetje mee werken. Qua andere praktijkgerichte lessen hebben we de turnlessen dat we moeten geven, natuurlijk binnen in de thema's. Want in een kleuterschool werken ze per week met een thema. Dus daarin kunnen we onze creativiteit wel kwijt. In mijn eerste jaar hebben we voor het eerste semester bijna elke donderdag stage gelopen al. En daar hebben we nog niet enorm veel gedaan, veel geobserveerd om de beginsituatie van de kleuters te leren kennen. En we hebben enorm veel pedagogen gezien en hun visies. Dus dat is wel een zwaardere deel, dus valt niet te onderschatten ook niet. Maar we moeten die pedagogen uiteindelijk wel kennen, omdat wij dan later een pedagogische rol gaan spelen voor die kinderen. En die pedagogen, ja, afhankelijk naar welke soort school dat je gaat, als je niet naar een gewone gemeenteschool gaat of naar een katholieke school, je kan ook naar een Freinet-school of naar een Montessori-school. Dus dan moet je hun visie wel kennen en kunnen toepassen natuurlijk. Dus op die manier. EHB vindt het belangrijk dat wij in onze eerste jaar dus echt stage lopen in Brussel, omdat we dan echt in aanraking komen met die meerdere culturen. Dat we daar rekening mee houden ook in onze toekomst. Ja, binnen de opleiding is Brussel ook wel een uitdaging. Ik sta bijvoorbeeld op mijn stage in de eerste kleuterklas en ik heb maar één Nederlandstalig kindje. Dat is natuurlijk iets waarmee je moet kunnen werken in Brussel, want er zijn enorm veel verschillende culturen en enorm veel verschillende talen. En dan moeten wij ervoor zorgen dat die kinderen, ja, dat allemaal aangeleerd krijgen en onze taal wel toch het Nederlands onder de knie krijgen. Die kloof met die leerkrachten is dus kleiner voor mij als wat ik had in het middelbaar. In oktober zijn we al meteen op meerdaagse geweest naar de zee en dan hebben ze daar meerdere activiteiten gedaan, zoals stap over de streep als. En dat zorgt er echt voor dat je van een groep onbekenden naar een groep kennissen gaat. En ook al heb je wel al hier en daar een paar vriendengroepen, dat zorgt er wel voor dat je elkaar binnen je opleiding ook al beter kent. Ik hoop vooral dat mensen onthouden van, ja, je werkt natuurlijk met kinderen, dus je kan vuil worden, je kan ziek, je neemt veel bacteriën op. Maar het valt ook niet te onderschatten, de theorie die erachter ligt. Want velen onderschatten het en denken van, oh, kleuteronderwijs, dat is gewoon een keer iets knutselen en meer niet. Maar daar blijft het niet bij. Dus niet te onderschatten.